De buurman is dus hier langs eroverheen gekomen, heeft toen hier achter mij de ruiten ingetikt en is toen de woning binnengedrongen. Omdat het slachtoffer zelf niet in de media wil komen, doet Ferry namens hem het woord. 16 keer is mijn neefje in zijn hoofd gestoken en 34 steekwonden heeft hij in totaal. En dat is nog buiten alle snijwonden die hij heeft. Ja, het is bizar. Ik kan mezelf niet voorstellen dat iemand zo gek kan zijn om dat te doen bij een ander. Op 31 december omstreeks 9 uur 's ochtends heeft de buurman de voorruit ingegooid. En daarbij is mijn neefje dus wakker geworden, die was in zijn slaapkamer. Hij heeft uit het raam gekeken en hij zag daar de buurman staan met een mes. En hij hoorde hem heel erg hard schreeuwen. Vervolgens heeft mijn neefje gelijk 112 gebeld. Mm-hmm. Omdat we wisten dat er een urgent melding op de woning zou moeten staan. En toen hoorde mijn neefje dat de achterruit werd ingegooid. En toen dacht hij dus, shit, gaat hij dan via achter komen? En voordat hij het wist, was de buurman boven. En uiteindelijk komt hij binnen en is hij direct gaan steken. En toen heeft mijn neefje echt moeten vechten. En uiteindelijk heeft hij hem kunnen overmeesteren. Dus hij heeft hem vast gehad dat hij niks meer kon. Waarop de verdachte toen zei van, oké, ik stop. Ik ga wel weg. Laat me los alsjeblieft. En mijn neefje zei, weet je het zeker? Hij zei, ja, ik weet het zeker. En hij laat hem los. En hij begint gelijk weer met steken. En toen zijn ze al vechtend naar beneden toegekomen. Want overal zijn ook bloedsporen te zien. En uiteindelijk kwam de politie en die riep, stop, politie. En toen is hij via de achterzijde gevlucht, over de schutting heen en zo zijn eigen woning weer ingegaan. De dader woont al lange tijd naast het slachtoffer en staat bij politie en meerdere instanties bekend als overlastgever. Voor buurtbewoners en de familie is het niet te verkroppen dat er niet eerder is ingegrepen. We kregen elke keer een nee. Er is gewoon... Vanuit alle kanten is het gewoon gefaald. Je voelt je eigenlijk zo ongehoord en het moet per se fout gaan voordat er wat gebeurt. En dan worden er van allerlei beloftes gemaakt nu. Dat ze ons langs alle kanten willen helpen. Alleen ja, die hulp is eigenlijk veel te laat. Want mijn neefje is voor de rest van zijn leven getekend. Woningcorporatie Alwel heeft de dader verzocht om vrijwillig de huur op te zeggen. Dat is inmiddels ook gebeurd. Het onderzoek is in volle gang. De man blijft voorlopig vastzitten. Voor zijn slachtoffer begint nu de lange weg naar herstel. Het gaat naar omstandigheden redelijk. Hij heeft echt een engeltje op zijn schouder gehad. En wonder boven wonder heeft hij dus geen hersenschade. Maar wel al zijn pezen in zijn handen, alles is kapot. Ja. Nou ja, ik denk dat dit een sowieso lichamelijk herstel, dat kan misschien wel jaren gaan duren. Eer dat hij weer alles kan. En ik denk dat de klap al wel wat binnenkomt, maar bij lange na nog niet van... de werkelijkheid.